Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Dit is het Excelsior 31 TV Weekjournaal met aandacht voor Gijs Schippers, de vraag van de week en een vooruitblik op Excelsior 31 tegen CSV Apeldoorn. Op 24 augustus gaat Gijs Schippers zich inzetten voor Kika door mee te doen aan een Ironman. Ook bij Excelsior 31 is er aandacht voor deze actie. Ik ga zelf meedoen aan de Ironman in Frankrijk. Dat is een wedstrijd die georganiseerd is in het teken van Kika. Houdt in dat we 1,9 kilometer gaan zwemmen, 90 kilometer gaan fietsen en een half marathon gaan rennen in Frankrijk. Petje af voor jou. En je bent al druk in voorbereiding, in training? Ja, vooral het fietsen en het lopen zijn we druk mee bezig. Het zwemmen moet nog wel even wat aan oppakken. Maar het fietsen en het lopen vooral, ben ik vooral mee bezig. En hoe vaak per week train je dan? We proberen 4-5 keer te trainen in de week. Het fietsen of het lopen of in de fitness. Ja, en waarom doe je juist mee aan die Ironman run? Nou, ik zag het voorbij komen op Facebook en ik wou altijd al een keer meedoen aan een triathlon. En om dat te combineren met een goed doel is natuurlijk schitterend. Ja, je bent lid van Excelsior 31. Je bent zelf ook nog voetballer van het 11e. Hoe reageren je teamgenoten en alle mensen die jou hier van de voetbal kennen op jouw actie? Ik vind het allereerst natuurlijk mooi dat ik meedoe. Dat ik me daarvoor inzet. En zij, heel veel teamgenoten die steunen dat ook. En die helpen mee om acties succesvol te maken. Dus dat is wel super gaaf om aan mee te doen. Ja, en op welke manier hebben zij mee geholpen? We hebben een loop georganiseerd op de Borkelt. Daar hebben ze allemaal aan bijgedragen om of mee te lopen of in de organisatie mee te doen. Dus dat is wel enorm veel steun wat je via het team krijgt. Ja. Ja. Nou, afgelopen zaterdag hebben jullie al een klein voorproefje gehad. We hebben jullie in speciale shirts gespeeld, toch? Ja, klopt. We hebben Kika shirts hadden we geregeld. En die hebben we zaterdag aangehad tegen Sportclub. Nou, een kleine verrassing was dat ze van Sportclub geld in hadden gezameld voor de wedstrijd. Dus dat hebben ze overhandigd. Was ook leuk om mee te maken. Zeg maar. Je had het net al over Borkelt, dat daar een run of een wandeling is georganiseerd. Welke acties organiseer je nog meer om zoveel mogelijk geld op te halen? De eerstvolgende actie die eraan komt is in het teken van de Moederdag. Hatjes verkopen we via Bakkerij Tijink. Die maakt ze voor ons en ik breng ze zelf op vrijdag en zaterdag voor Moederdag breng ik ze rond. Worden er nog meer acties georganiseerd? Ja, uiteraard bij Excelsior zelf natuurlijk. De familiedag staat in het teken van Kika. Daar zijn we zoveel mogelijk items aan het verzamelen om die te veilen tijdens de familiedag. Ja, ik zag net al hier even wat liggen. Kun je vertellen wat het inhoudt? We hebben zoveel mogelijk shirtjes proberen te regelen. Of van Eredivisie clubs. Zo hebben we een shirtje van FC Twente. Via Andy van der Meijden hebben we die weten te regelen. Maar die heeft een shirtje van ICI die ter beschikking gesteld. En zo proberen we nog veel meer shirtjes van Eredivisie te krijgen. Kun je al een beetje onthullen welke clubs die ook gaan steunen? Ajax gaat als het goed is een shirtje leveren met alle handtekeningen. Go The Eagles, FC Groningen hebben we een shirtje van. Ja, en zo proberen we nog veel meer shirtjes te regelen. Maar tot nu toe is het al ontzettend gaaf dat we zoveel shirtjes al ter beschikking hebben. Ja, en die worden voor de duidelijkheid worden die geveld op de familiedag? Ja, op de familiedag kunnen mensen een bod doen. En dan hopen we dat ze zoveel mogelijk geld natuurlijk opbrengt voor Kika. Mochten mensen nou niet mee willen doen aan een veiling of aan een run of noem maar op. En ze willen je wel steunen. Hoe kunnen mensen je dan steunen? Via de site van Kika Extreme heb je je eigen pagina. En daar kunnen mensen naartoe. En onder deelnemers kunnen ze mij ook vinden.
En dan kunnen ze ook zo geld doneren. Wanneer is jouw dag nu geslaagd of jouw actie nu geslaagd? Nou, allereerst natuurlijk dat ik al het geld bij elkaar heb verzameld en het startbewijs binnen heb. Nou, daar zitten we al bijna op. En daarnaast natuurlijk een super mooie dag tijdens de familiedag. Heel veel succes met jouw voorbereiding, want het is best wel een enorme voorbereiding, toch? Ja, naast de sponsoring is het natuurlijk de training ook pittig om je op voor te bereiden. Maar dat loopt te gestaag, dus we zijn hard op weg. Heel veel succes daarmee en heel veel succes met je actie en alles wat je voor dit mooie doel gaat doen. Ja, dankjewel. Dan gaan we door met de vraag van de week, gesteld door het team van de week van vorige week. Hallo, wij zijn jongens van de 11-2 en wij gaan vandaag een vraag stellen aan Excelsior. Wat is het belangrijkste als jullie gaan omschakelen in de aanval? Hallo team van de week, jullie hadden een vraag voor mij en dat ging over omschakelen, wat er allemaal bij komt kijken. En je kunt natuurlijk op twee manieren omschakelen, dat je de bal verliest, dat je erachteraan moet, of dat je de bal wint, zodat je snel kan scoren. En als je de bal verliest en dat je er dan achteraan moet, dat is het meest vervelende. En om dat te voorkomen moet je zorgen dat de mensen die vooral achterin staan, dat die eigenlijk al bij een mannetje gestaan om die te dekken. Stel dat je een teamgenoot voor in de bal verliest. Die moeten dus zorgen dat ze achterin bij iemand staan, zodat die eigenlijk niet kunnen worden aangespeeld, zodat je meteen druk op de bal hebt. Dat is vooral omschakelen. En het zit natuurlijk tussen je oren dat je meteen, als je de bal verliest, omschakelt. Meteen erachteraan rennen om hem weer terug te winnen. En ook als je een mooie paas hebt gegeven, eigenlijk moet je dan zorgen dat je meteen weer terugrent. Of richting de bal om hem weer terug te winnen. Dus dat vooral. Dus doe er wat mee en veel succes jongens. Het eerste elftal ging vorige week zaterdag hard onderuit in de toppen tegen Sparta Nijkerk. Er staan nu nog 5 duels op het programma. Te beginnen aanstaande zaterdag thuis tegen CSV Apeldoorn. Ja, Joost Krijns, we beginnen zo met de voorbeschouwing Excelsior 31 CSV Apeldoorn. De bekende club uit Apeldoorn waar jij ook gevoetbald hebt. Maar eerst even, hoe is het met jezelf? Ja, ik denk dat je het meteen bedoelt. Je blessure, ja. Ja. En op zich maandag weer getraind. Wel aangepast nog. Ging wel goed. Ik heb vorige week een spuit gehad. Het heeft wel redelijk geholpen. Pijnvrij is het nog niet. Dus het is nu eigenlijk even kijken hoe het gaat. En dan kunnen we een keuze maken naar zaterdag. Maar stel dat je geen pijn hebt, dan heb je ook kans dat je wel weer op de bank zit of meedoet. Ja, dat is aan de trainer. Met de trainer, ja. Maar ja, als ik nu voluit kan trainen, dan kan ik ook spelen. Dus ja. Hoe heb jij de wedstrijd van afgelopen zaterdag als supporter beleefd? Heel frustrerend. Sowieso langs de kant. De laatste weken dan kijk je van de kant. Ja, dan ben je veel meer gespannen. Ja, je kan niks doen en je ziet alles van de zijkant. Maar ja, hoe je zaterdag begint, dus ik snap het echt niet. Maar goed, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Als je zo verdedigt, dan ga je nooit de wedstrijd winnen. Nee, met name dat je veel ruimte krijgt en probeert daar gebruik van te maken. En ze waren heel snel in de counters, hè? Ja, maar ja, ook dat weet je van tevoren. Twee snelle buitenspelers. Ze speelden een beetje hetzelfde spelletje als dat ze hier deden. Dan nog, ja, dat weet je van tevoren. Daar moet je op instellen. Natuurlijk, sommige goals, ja, daar kun je nog goed staan. Maar ja, daar kun je niks tegen doen. Is zo'n wedstrijd wel belangrijk voor nu, zeg maar, om je weer helemaal scherp te krijgen? Ja, ik denk het wel. Ja, je hebt het niet meer in eigen hand. Dat klinkt heel een open deur. Maar je moet nu gewoon winnen en blijven winnen. En ik denk dat goed is om, dat is het beste medicijn. Omdat je weer een nieuwe wedstrijd hebt waarin je gewoon weer je vertrouwen weer kan tanken. Ik kan best voorstellen dat vorige week eventjes pijn heeft gedaan bij bepaalde jongens. Maar ja, dan moet je ook. We hebben elkaar aangekeken en dan moet je nu ook weer een streep onder zetten. En zaterdag wacht gewoon weer een nieuwe wedstrijd waar je 3 punten mee kan pakken. Maar niet alleen jullie pijn gedaan, maar AZSV heeft Apeldoorn pijn gedaan. 6-0 op de broek thuis. Ja, dat verbaast me ook eigenlijk niks. Dan denk ik, hebben we eerder aangegeven, op een goede moment ook vertrokken daar. Vervelend wat daar allemaal gebeurt voor de club en de mensen die daar de club een warm hart toe dragen. Maar dat is wel een gevolg van een bepaald beleid wat er wordt gevoerd. En dat is gewoon wel heel jammer, want ja, we hebben hele mooie jaren gehad daar. Wat verwacht je van die wedstrijd zaterdag? Ik denk dat CSV zich echt gaat ingraven.
Want bij, toen we daar speelden, zetten ze best wel hoog druk, heel veel ruimte in de rug. Nou, daar werden ze keer op keer geslacht. Dus ik denk dat het wel, eigenlijk bij de veel thuiswedstrijd, dat we heel van de bal zijn, tegenstander zakt in. Dat we heel geduldig moeten zijn. Ja. Of snel doelpunt maken. Ook dat, ja, daar zijn we heel goed in de laatste weken, behalve vorige week. Maar je ziet het zoals tegen Dato bijvoorbeeld. Ja, dat doen we het niet. Zijn we niet scherp? Krijg je hem tegen? Ja, dan wordt het nog heel erg lastig. Dan draaien we nog net op tijd om. Maar VSC bijvoorbeeld, ja, daar scoor je wel heel snel. En is de wedstrijd al heel snel beslist. Ja, vorige week dus een oorwassing. Maar ja, zaterdag kan het weer zo andersom zijn. Sparta Nijkerk moet naar Urk. Jullie moeten tegen Apeldoorn. Als jullie winnen en Sparta Nijkerk verliest, dan sta je weer gelijk. En ligt er even aan wat Staphorst doet. Klopt. We hebben ook gezegd, Sparta gaat echt niet 5 keer op een rij winnen. Dat geloof ik niet. Staphorst hoeft maar 1 keer gelijk te spelen. En bij winst gaan we ook over hen heen. Dus het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. En we moeten eerst naar onszelf kijken en zorgen dat wij de wedstrijden winnen. Als dat gaat zoals zaterdag, dan moet je niet naar andere ploegen kijken. Nou, ik hoop je weer gauw te kunnen zien voetballen. Hè? Blessurevrij of misschien wel weer met de spuit, maar dat je in ieder geval weer kan voetballen. En misschien dat het zaterdag al gebeurt. Ik hoop het zaterdag, dat zou heel mooi zijn. Maar volgende week ze hebben ook een weekend vrij. Kijk, als het nu toch nog niet gaat, dan moet je ook gewoon eerlijk zijn. En ondanks dat het een leuke wedstrijd ook persoonlijk is tegen mijn oude club, moet je ook verstandig zijn. Dus dat zal de training nu gaan uitmaken. Ja. Okay, we zullen het zien, bedankt. Graag gedaan. Aanstaande zaterdag blikken we vanaf 13:15 live op Facebook vooruit op het duel Excelsior 31 tegen CSV Apeldoorn. Een samenvatting is later op zaterdagavond weer bij ons te zien. Deze uitzending zit erop. Bedankt voor het kijken en graag tot zaterdag. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look.